wij zijn Bonkers! En er is massaal naar gevraagd en dan gaan wij het ook zeker doen. Wij gaan 24 uur overleven tijdens de Snake Week! Blijf leuk. Het is weer zover. De mannen gaan weer 24 uur overleven en wel in het Friese snits. Tijdens de Snake Week. Een week vol boten, water en heel veel bier. Althans, als ze dat weten te fixen. Verder is Snake de stad van schrijfster Lieneke Dijksel, presentatrice Manon Thomas en onze nationale vrouwenvoetbalheld Sherida Spitsen. Ja, dat klopt. Weten de heren zich als koning te laten behandelen of wordt het slapen aan de waterkant? Dat zie je in deze 24 uur overleven zonder geld tijdens de Snake Week. Nou, in Snake hebben mensen het heel erg goed. Nu is alleen de vraag of wij het ook goed gaan hebben de komende 24 uur. We zijn nu bij de bootjes. Ja. We moeten natuurlijk ook straks even in de binnenstad gaan kijken. We moeten slapen, regelen, eten. Ja. Wij hoeven in ieder geval geen oordoppen mee, want het schijnt dat ze hier niet zo hard muziek mogen. Wat zeg je? Zo, hallo. Doe even normaal, man. Hé hey jongens, hierachter ligt een eiland. We kunnen daar alleen komen met een pontje. Nee, hier ook. Oh, kijk. Nou, dat wil ik eigenlijk vragen. Zoals je weet, gaat elk pontje door het mondje. Ja, nou. Maar volgens mij moet je betalen om met de pont te gaan. Ja, maar laten we deze meneer vragen. Bij ons niet hoor. Nee, nee. Niet? Nee hoor, nee. Nee hoor. Maar je mag er wel een pontje meer zijn? Nee, liever minder. Oh, nou, nee, zullen we gaan? Ja, wij gaan naar het pontje. Waar is het van jongens? RTV Noord-Holland. Noord-Holland? Echt ja? Ja. Internationaal zeg. Oh, heel lastig. Nou, we zullen Quentin Tarantino de groetjes doen. Misschien komt het ook op Fox. Ja, 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 dat zou heel gaaf zijn. Hij staat op Fox. Oh nee, toch niet. Oké jongens, hier. Bond retourtje, 2 euro. Je zou toch denken dat dat er wel vanaf kan, hè? 2 euro. Toch? Ja. 6 dan. 6 euro. Hi, ik zal me even voorstellen, we zijn van YouTube kanaal Bonkers. En wij overleven hier voor 24 uur tijdens de Snake Week. Nou is het dus zo dat we overleven zonder geld. Dus we kunnen niks uitgeven, maar we willen wel naar het eiland toe. Zouden wij gratis met de pont mogen? Is dat mogelijk? Kunnen we dat regelen? Of voor het zwemmen. Of voor het zwemmen. Oftewel, schipper, mag ik overvaren, ja of nee? En moet ik dan een cent betalen, ja of nee? Kijk, er staat daar iemand. Ik haal hem even op. Dat is goed. Ja, voor het kanaal? Leuk! 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 Heel leuk! Onbedoeld grappen, dat zijn de beste altijd. Oh, waar? Nou, ben benieuwd. Daar is de grote baas. Nou, we willen graag met de pond, maar we hebben dus geen geld. We hebben geen geld. We hebben geen geld. Geen geld, dat is Fries, hè? Geen geld. Geen geld, ja, dat weet ik. Ja. Maar je kan er dus twee mogelijkheden doen. Ja. Of je gaat zwemmen. Ja, maar dat heb ik geen zwembroek mee. Vindt de camera niet zo leuk? Nee. We hebben geen waterdichte camera. Nou, dat doe ik mijn ogen dicht. Ja? En dan ga je met de gang ook. Ja, high five! High five! High five! High five! Ja, ja, ja! Oké, lekker! In de pocket. Nou, daar is hij jongens. Daar is hij. Kunnen we gaan? Die camera even op. Dip niet halen. Niet halen. Ah. Bitches. Hallo. Hallo. Volk. Volk. Ik denk dat iedereen nog aan het slapen is. Volk. Mensen, goedemorgen. Hallo. Goedemorgen zonder zorgen. Hallo goedemorgen. Mensen. Het is inmiddels 4:30. Ja. Oh kijk, er is iemand wakker. Oh, hoeft niet in beeld. Nou. Agressief. Nou. Wij wilden jullie wat vragen. Heb je misschien nog een biertje over voor ons? Jongens, we mogen een biertje pakken. Echt? Echt? Ja. Ja, zo. Ik heb nog nooit op zo'n rare manier een biertje. Hey, bedankt hè, mensen in de tent. Het allereerste snekerbiertje zit achter de kiezer. Zo. En dat is te horen. Na deze iets wat warme alcoholische versnapering worden de jongens spontaan gevraagd om even op de boot te komen kijken. Mogen we aan boord komen? Ja hoor. Ja. 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 Hey, maar de belangrijkste vraag eigenlijk, is er ook nog bier aan boord? Ja, ik denk het wel. Ja. Je vraagt wel veel, Martijn. De meeste bier zou ik net naar huis vertrokken. Mama, wij nog bier? Je vraagt wel veel. Ja, ik vraag veel. In de koel. Maar je moet hard en hoog inzetten, vind ik. Hard en hoog. Hard en hoog.
Ja, maar jongens, jullie kunnen de komende 24 uur echt nog genoeg bier drinken, hoor. Misschien is het tijd om even een lekker stukje te gaan varen. Of eerst even zeiken. Hey Jasper. Hey, Noah. Wat ga jij doen? Ik ga even lekker naar het toilet. Dips eerst. Ja. Zo, dankjewel. Lekker wezen pissen, pik. Nou. Dan kunnen we nu gaan varen. Ja, ik heb mijn handen niet gewassen. Volgens mij gaan we hier op een bootje. Ja, als het goed is wel. We mogen een stukje meevaren, dat is wel leuk. Ja. Het Snijkermeer kunnen we even bekijken. Wat kan je daar mooi zijn? Ja, ik probeer het. Maar er wonen hier geen snekers meer, hè? Nee. Oh, dat ging me net goed, hoor. Oh, jongen. Ja, je hebt het gered, man. Ja, nou, leuk. Ja, gelukkig. Nou, trots op. We zitten. Trots los. Mickey go. Yes, we vonden het een heel goed idee om even een confetti-kanon af te schieten. Lekker, Jep. We zijn niet de gast, hè? Zeker het heel voorzichtig van de boot af. Niet doorvertellen. Aangekomen in een andere haven zien de mannen een prachtige boot liggen. Daar moet wat te halen vallen. Mijn naam is Noah, dit is Martijn, dit is Jasper. We zijn van het YouTube-kanaal Ponkers. En we zijn voor 24 uur aan het overleven zonder geld in Snake tijdens de Snake Week. En we dachten, mogen we misschien bij jullie op de boot even een drankje komen doen? Zouden wij dat misschien mogen? Ja. Als de camera uitblijft, dan mogen we een drankje doen. Nou, camera sorry kijkers, sorry helaas. Ik zei het toch? Wat een vriendelijke mensen toch in dat Snake. Jongens, wie wilde een biertje? Ja, lekker. Heerlijk, jongens. Dat is heel lekker. Ik hoor net dat er een boot richting het centrum gaat. Een boot richting het centrum? Voice boat. Dat is een supermarkt, toch? Ja. Moeten we het even uitknippen, jongens. Dat is reclame, dat mag niet. Er is een boot gesponsord door een supermarktketen. En daarmee kunnen we naar het centrum. Voor 50 cent. Maar ja, geen geld. Martijn, dat klopt. Maar dan is het wel de bedoeling dat jullie nu gaan lopen. De laatste boot vertrekt met een paar minuten al. Mijn naam is Noah Zeeuw, dit is Martijn, dit is Jasper. We zijn van de YouTube-kanaal Ponkers, zoals deze man al wist te raden. Wij moeten naar het centrum en we weten dat deze boot richting de stad gaat. Ja. En dat het de laatste ronde is. En we vroegen ons af, zou je ons kunnen helpen, aangezien wij 24 uur aan het overleven zijn zonder geld? Zouden wij misschien voor één keertje mee mogen? Ja, nou, Noah, die wil nog even afpassen. Dus, ja, we mogen aan boord. High five. High five. Ja! Lekker hoor! Ik kom hier volgend jaar maar langs en neem je dan geld mee. Ja, dan nemen we dan geld mee. Dat doen we. Hey Jep, we zijn er. We zijn er. Hoe kun je dat? Oh, het hebben we lang gevaren, hè? 2 dagen of zo, verder. Of zoals Robin en Bart zouden zeggen, ik ben er. En natuurlijk zou een 24 uur overleven zonder geld geen 24 uur overleven zonder geld zijn zonder woordgrapjes. Jongens, kom er maar in. Jongens, ik ben even geld aan het opnemen. Ga je mee zonnen, man? Weet je wat zij hier zei? Jij bent met er eentje. Er is er nog eentje. Tijdens de Snake Week in Snake hebben ze eigen t-shirts, dingetjes. Dat staat zeg maar hier zo, Snake Week baas. Dat meen je niet, hè? Lijpe Snake Week, ouwe. En het is natuurlijk hartstikke lachen als wij zo'n shirtje zouden kunnen krijgen. Toch? Absoluut. Of ben ik de enige? Ik vind het echt leuk. Ik voel je enthousiasme, jongens. Echt. Woehoe! Wij zijn voor ons YouTube-kanaal Ponkers zijn wij voor 24 uur aan het overleven in Snake, tijdens Snake Week. En nou hebben wij al een paar aantal mensen zien lopen met petjes en shirtjes van de Lijpe Snake Week oude special edition. Ja. En hangt ook heel groot in de stad. Mm-hmm. En wij dachten, kunnen wij misschien een shirtje of een petje krijgen? Ik zal even weer kijken. Ja? Ja. Ik vraag het even. Ja? Ik moet je wel erbij zeggen dat we geen geld hebben. Nee, dat Oh, dat wist hij al. Okay. Je weet het maar nooit. Na enig overleg lijkt er toch goed nieuws te komen. Ik zie wat. Ja. Eentje. Fantastisch. Ja? Ja, lekker. Nice. Nice. Ja, we gaan hem weggeven. Ja, dat gaan we zeker. Ga nu naar ons Instagram account, Wij Zijn Ponkers, om te kijken hoe jij dit shirt kan winnen.
Nou jongens, tijd voor wat eten, dacht ik zo. Jongens, zullen we daar eten? Daar ziet het wel gezellig uit. Dan krenk ik daarheen. Daar. Ja? Ja, daar. Hoi! Hoi! Je bent hier? Top. Oké, gaan we even voor het eten. Oké, en dan nu even serieus. Ik zal even voorstellen, hi. Martijn, aangenaam. Dit is Jesper en dit is Noah. Hi. Wij hebben een YouTube-kanaal Ponkers. Ja? En daarbij hebben wij een item dat we 24 uur gaan overleven in een bepaalde stand. Ja. We hebben echt mensen op straat gevraagd, weet jij waar we lekker kunnen eten? Het zeiden ze allemaal. Deze kids, hè? Waar moesten wij eten dan? Hier? Hier? Ja. Ja, hè? Ja, dat zie je. Dus daarom dachten wij... Speciaal voor de kleurplaat, of niet? Ja, dat denk ik wel. Toen dachten wij, laten wij het gewoon gaan proberen. Nou. Nee, hebben we een ja kunnen krijgen. Is dat dus zo? Vandaar, kunnen wij misschien hier wat eten? Ik denk dat we wel aan tafel te voelen kunnen denken, ja. Ja? Ja. Ja? Ja. 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 Yeah. Super. Hoera. Jongens, Chitske heeft ons zojuist verteld wat we mogen eten. Ja, wij krijgen een broodplankje, een hoofdgerecht en één drankje van het huis. Ja, wat lekker, hè? Lekker. Allemaal naar keuze, hè? Dan gaan we gewoon straks weer ergens anders nog wat eten. Ja, dat is altijd top, hè? Dat is altijd top. Maar jongens, dat vind jij ook top. Ah, echt top om met jou in de pad te zijn. Nou ja, dat is niet ga jij straks weer 3 maanden op reis, Ja, zeker. Zou wel lekker zijn, dan kunnen wij weer met leuke mensen op stap. Ja. Als jullie zo doorgaan wel, ja. Mooi. Ik heb zo'n vermoeden dat al dit lekker toch een tegenprestatie verwacht. Ja, dat klopt. Wij hebben een collega en die is vandaag jarig. Wat leuk. En, we hebben confetti mee. Nou, fantastisch. Ja, die willen we heel graag even kunnen in de keuken gaan, bam. In de keuken? Niet. Ja. Angst in de ogen. De keuken? Wacht voor mij, maar ik dacht, hier is misschien ook wel leuk. En dan ga ik haar nu eventjes 3 biertjes naar jullie laten brengen, ja? Ja, dus dan doen wij ineens met de confetti in één keer zo. Ja, bam! Ja, dat is leuk. Ja, dat is ja. Leuk. Ja, top, dat is dankjewel. Goed. Gaan we ook filmen. Pak nu de confetti, zet de cam daarin. 3 biertjes? Ja. Ja? Was jij jarig vandaag? Ja? Oh, ja! Yeah! Yeah! En dan dacht je dat het klaar was met de confetti. Oh, nee! Ja! Hey, lekker mannen. Proost, heer. Top ouwe. Hey, ik heb nog geen eens een slok van mijn eerste bier genomen. Nee, we hebben al die nieuwe biertjes. Ik heb een confetti uit de confetti bom bier. Godverdomme, lijkt me goldvrij. Na heerlijk te hebben gegeten en eruit te zien als er walrus, worden de jongens uitgenodigd om bier te komen drinken op een boot. Hey, dankjewel voor de gastvrijheid. En allemaal Feyenoorders! Feyenoord! Hey, ik ben Ajaxiet, mag ik erop? Hey, je zit helemaal onder de tatoeages. Laat even zien welke tatoeages je allemaal hebt. Je hebt van Feyenoord ook heel veel tatoeages, zeg ik. Kijk deze. Hier ook. Hoppakee. Die is vet. Kijk deze hier ook. Staat er? Sterven door strijd. Nee, sterker door strijd. Stinkjood. Die heb ik 18 jaar geleden gezet. Maar ja, toen was het ook 18 jaar geleden dat ze kampioen werden. Nou, het zit erop. We gaan hier een punt achter zetten. Precies. Onwijs bedankt voor heel het biertje. Bedankt voor de gastvrijheid. Echt gek. Hey! Jeb, wat heb je op je camera zitten, man? Ja, grote lamp. Zie je helemaal niet, man. Nee, zie je ons wel? Of niet? Zie je ons wel goed? Ja, heel goed. Nou, dat is maar beter. We moeten nog eventjes naar de binnenstad gaan, jongens. Ja, en dan heb ik de hik. Ik heb de hik. Hoe kom ik hier vanaf? Mijn vriendin zei dat... Nee, mijn vriendin zei als je nadenkt over iets, dat het... Dan helpt. Misschien moet je nadenken over het leven. Is er leven na de dood? Shut up. No. En de hik? Noah, jongen, je bent echt fucking lam, ouwe. Nee, dat valt nog mee. Jongens, we hebben bericht gekregen of naar iemand willen gaan die boven de Chinezen woont. Nou, nu weet ik dat er af en toe boven de Chinezen een paar rare dingen gebeuren. Maar laten we hier snakes even kijken wat hier gebeurt. Geen idee of dit het juiste nummer is. Hey. Huh? Nee. Hey. Dit is vet, hé. Weet je wat ik zei? Sesam opener en die deur ging gewoon open. Gaan we naar de bovenste? Natuurlijk gaan we naar de bovenste. Oh, jij neemt partypop, maar jij denkt vissen. Zo even, joh.
gast. Gewoon in de lift? Nee. Oh, hier gaan jullie echt glazer mee krijgen. Wat je de volgende keer ziet in 24 uur overleven zonder geld tijdens de Snake Week. Succes vooral met het vinden van de slaapplek. Hey, die stofzuiger hier. Zo, hoppatee. 1, 2, 3, start. Jesper, jij wilde nog wat kwijt, geloof ik? Jazeker, dat klopt. Ik ben samen met mijn Let's Go Squad bij de Lipton Tea Room op Solarwezen feesten. En daar is echt een sick aftermovie van gemaakt. Check it out! Volgende week.